Nou, ik ga de temperatuur erbij uitzetten. Ik krijg 2 meldingen op mijn camera ook. Ja? Ja. Wat krijg je? Sorry? 2 erkenningspunten op mijn camera. Even kijken 3. Of ik die kant op kan lopen. Maar die komen hier. Wie fluit daar? Ja, hoor je dat? Nee joh. Ik hoor dat fluit. Ja. Dat fluit iemand. Is er iemand aanwezig die met ons zou willen communiceren? Wow. Holy shit. Nee. Oh. Holy dankjewel. Shit. Super tof. Hey geesten. Geloof jij daarin eigenlijk? Nou, eigenlijk niet. Nee. Nee. Ja, ik denk daar een klein beetje hetzelfde over. Maar wij gaan zo meteen met 2 mensen op pad die daar echt wel professioneel mee bezig zijn, zeg maar. Waarmee? Met geesten? Met geestenjagen, ja. En wat doen ze dan? Ze zijn paranormaal onderzoeker. Paranormaal onderzoeker? Dus wij gaan straks hopelijk geesten ontmoeten. Nou, zullen we gaan? Laten we het doen. Oké? Okay? Ja. Wel, jongen. Wat heb je hier allemaal in zitten, Veronique? Dit is een rempot. Dit vind ik een van de mooiste dingen die er is. Een rempot. Die meet dus temperatuursverandering. Mm-hmm. Dan gaat die piepen. Maar ook met energie. Dat is hetzelfde als jij er daar met je hand overheen gaat, dan gaat die piepen. De rempot, ja. Als je je hand erboven houdt, dan komt een energie langs. Nog eens? Mooi, hè? Ja. Dus we hebben genoeg bij ons. Let's go. We gaan ons vermaken. Ga ze nou naartoe, Michel? Ben je helemaal klaar voor? Ja. Waar zijn we precies? We zijn bij Hotel Dullemont. Hotel Dullemont. Laagsoeren. Het spookhotel. Het spookhotel. Lekker donker. Lekker donker, ja, dat kun je wel zeggen. Sfeertjes te voelen. Ze zijn al begonnen met de sloop, jongens. Ze zijn al begonnen met de sloop. Toch wel. Een zak weg, hè? Dat zeg ik. Oh. Ik vang je op, jongen. Ik heb hier ook hele ruimte. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die de boel slopen, hè? Dan zullen we eerst gaan we eerst even naar het voorkantje lopen? We zijn bij de ruïne van Hotel Dullemont. In de vorige eeuw een bekend luxe resort onder voornamelijk westerse klanten. Toen in 2007 de laatste Dullemont, Mientje Dullemont, overleed, raakte het pand en het terrein in verval. Nu is het een populaire plek voor ghost hunters. Ook vanwege de nare dingen die er in het hotel zouden zijn gebeurd. Angelo legt uit. Hier is al het een en ander gebeurd. Hier is het een en ander gebeurd. Ja, en voor de privacyredenen van de eigenaar wil ik daar niet te veel over loslaten. Oh, maar dat is dus hier gebeurd? Dat is dus, dat is die kant is dat. Dus wat ik net roep is niet zo gek, toch? Nee. Wat is hier gebeurd dan? Nou ja, ik riep voor de grap dat er iemand... Zelfdoding. Iemand was opgehangen, maar dat schijnt dus zo te zijn. Oké, okay, laten we eventjes 1 ding, want ik ga dadelijk apparatuur pakken. Voor belangrijk is dat je telefoon uitgaat. Ja. In ieder geval op de vliegtuigstand als dat mogelijk is. Telefoon uit? Ja. Ja. Oké, okay, telefoon is uit. Veronique pakt een lasergrid. Een rode laser die zich opsplitst in honderden verschillende puntjes die een patroon maken. Dit patroon hoort niet door iets te worden onderbroken. Ik zou, als het jou was, zou ik proberen. Deze loopt nog wel iets door. Ik ga even kijken, ja? Ja, maar kijk dan, hij onderbreekt al. Ja. Even, hoor. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja, precies. Er zit daar iets een gat in. Ja, ik zie hem. Om erachter te komen of er daadwerkelijk iets zit, pakken we de Ghostbox erbij. Een apparaatje waar een geest zichzelf mee kan laten horen in de vorm van een stem. Nou, waar ik altijd heel erg op let, is dat je antwoord krijgt op je vraag. Want soms kunnen het ook fragmentjes zijn van een radiozender. Ik zeg een beenseloos. Okay. Nou, omdat we hier net een kleine reactie al hebben gehad, ja. Gaan we kijken of je wil antwoorden. Oké. Okay. Mijn naam is Veronique. En wij komen hier onderzoek doen en om jullie het woord te geven. Kan jij mij jouw naam vertellen? Kan je dat nog een keer herhalen? Dat is een meisjesstem, hoor je? En wat kun je zeggen over deze plek al?
Wat? Je hoort, dat is goed. Is goed, ja. Ja, hoor ik hoor het niet. Ja, hoor het. Iemand zei, ja? Is goed. Ja. En dan wordt er ineens helemaal stil. Ja. Lawaai, hè? Ja, maar jij hebt nu gecommuniceerd met iemand. Nou, er zit niet heel veel reactie nog in, hoor. Dat moet ik wel zeggen. En dat heb ik je van tevoren gezegd. Het is soms een beetje lastig, zeg maar. Mm-hmm. Jij probeert heel erg de realiteit te zien. Oh ja. En dat is heel echt normaal, hè. Jij denkt rationeel. En dat is, hè, jij wil alles het liefst aards verklaren. Ja. Maar dat klopt. Is ook goed, want sceptische mensen zijn dus heel belangrijk. Dus je moet er een beetje fantasie dan voor hebben? Ja, noem je het fantasie? Ik denk dat ik gewoon mijn zintuigen zijn scherper. Oké. Okay. En ik weet zeker, als jij... Nou, Veronique, dat weet ik nog zo net niet, hoor. Maar ik weet zeker, als jij het gaat oefenen, alles is te leren. Oké. Okay. Nou, ik volg jou, want we hebben een plekje gevonden, hè? Ja. Is iemand aanwezig? Zou je je stem kunnen laten horen? Of wat is je naam? Paul. Je naam is Paul, toch? Paul? Als jij hier bent, laat eens wat horen. Als je wil dat we weggaan, dan mag je dat ook laten horen, hoor. Dat is jammer, hè? Op het moment, je voelt wel dingen. En daar zagen we net wat, maar nu reageert er eigenlijk helemaal niks. En het zijn er wel eens mensen die zeggen van, ja, je bent knettergek dat je dit doet. Ja, zijn er zat. Wat zeg je tegen die mensen die... Die zeggen tegen mij van, je bent knettergek, maar, meestal zijn dat ook wel mensen die gelovig zijn. Oké. Okay. En dat ken je helemaal niet, je bent gek in de kop. Ja. Totdat ze zelf een keer wat meemaken. Ja, kun jij iets zeggen over wie je hier allemaal treft in jouw optiek? Ja, ik voelde zeg maar, in het begin voelde ik iemand zeg maar, wat ik al zei, zeg maar, met het... Dat hij zich opgehangen had. Maar hier voel ik duidelijk een vrouw. Maar die voelt wat territorialer aan. Dat klopt. Dus heel territoriaal. Heel territoriaal. Dat is waarom ze zich ook laat merken zeg maar, in je buik. Van, nou, ik vind het eigenlijk niet zo prettig dat je hier bent. In je buik? Ja, dat misselijkheid waar ik net over had. Zeg maar. En zoals nu als je hier... Ik weet niet of jij dat ook kan voelen. Maar als je de temperatuurwisseling voelt. Dat is gewoon een wind. Terwijl je ingesloten bent, hè? En wat is dat? Wat betekent dat? Je weet niet, ik meen ze straks ook wel een kinderstem te horen. Hoor. Even ja. Heel snel. Ja. Is, het draait een beetje om de benen heen, zeg maar. Oké. Okay. Tot slot wilde ik het uiteraard nog even zelf proberen. Ja, kan ik ook vragen stellen? Ja hoor. Serieus. Ga je gang maar. Dus dan moet ik vragen doen wat jij zei. Ja. Hallo. Is er iemand aanwezig? Zou je iets van je kunnen laten horen? Volgende keer beter.